deze nieuwe video. Voordat ik begin met de video, dit is nou mijn derde W7 video in een best wel korte tijd. Ik heb de vorige week ergens, ja volgens mij wel, heb ik dus twee video's van W7 achter elkaar geplaatst. En ik kreeg een aantal opmerkingen van Sarah, iets minder W7 alsjeblieft. Wat ik ook snap, want twee video's van één merk achter elkaar is misschien een beetje too much. En voor die tijd heb ik echt 2-3 maanden of zo niks van W7 geplaatst. 3 maanden is misschien overdreven, 2 maanden. Maar dat komt nou echt gewoon omdat er feestdagen er zijn. En gewoon merken met echt heel veel uitkomen. Je hebt adventskalenders, je hebt gewone gift sets. En ik krijg die gewoon opgestuurd en dan wil ik ze gewoon echt laten zien. Ik heb verder geen verplichtingen, maar ik wil ze gewoon laten zien. En ik heb dus nou hier weer net vandaag een pakket van W7 gehad voor Black Friday. Black Friday is al over een week, dus ik moet het wel laten zien voor die dag. Dus vandaar dat deze video nou ook weer heel snel komt na die andere twee W7 video's. Maar ik heb dus wel besloten om het als extra video te doen. Dus dan ja, extra is gewoon altijd leuk. En dan op mijn vaste uploaddagen komen er gewoon andere video's. Voor de mensen die niet weten wat Black Friday is. Black Friday is dus aankomende vrijdag. Dat is 23 november. En Black Friday is sale, sale, sale. Bijna elke winkel, elk merk, niet alleen make-up. Gewoon heel veel bedrijven die gewoon iets verkopen hebben dan Black Friday. Zie hem, ik maak een video. En dat betekent gewoon hele grote kortingen. En ik praat dan ook echt over heel veel. Niet gewoon 5% of 10%. De meeste merken hebben echt minimaal 30% korting. Of een bepaalde actie. Vorig jaar werkte ik nog bij Kiko. En die hadden toen een actie van 4 betalen 4 gratis. Dus de winkel stond echt bomvol. En W7 heeft dus ook een pakket die ik ga laten zien. Die komt pas uit aankomende vrijdag. En is ook echt alleen te koop die dag. En het is echt een geweldig pakket. Want het is 10 artikelen voor 10 euro. Dat is dus letterlijk 1 euro per stuk. Dat is super goedkoop. Ik weet niet wat erin zit. Ik heb het gehad. Ik ga het gewoon hier unboxen. Maar ik weet al wel de prijs. Dus dat kan ik al wel vertellen. Nou, dit is dan het pakket. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Het is best wel chic. W7 is niet echt heel chic. Het is ook gewoon heel betaalbaar. En alles is toch altijd een beetje van wat goedkopere kwaliteit. Maar dit is echt heel chic ingepakt. Hier staat Black Friday. Hier is W7. Het is ook echt best wel groot. En dit pakket kun je dus exclusief alleen maar kopen op www.w7cosmetica.nl. Dus echt de Nederlandse website. En dan heb je dus gewoon dit pakket voor super goedkoop. En de waarde van dit pakket is 50 euro. Dus voor 10 euro heb je 10 make-upjes ter waarde van 50 euro. En er is mij ook verteld dat elk pakket in principe hetzelfde is. Maar het kan afwijken qua kleuren. Dus bijvoorbeeld in eentje zit een rode nagellak en in de andere een groene. Dus het is ook nog een beetje exclusief. Je weet niet wat je krijgt. En op Black Friday heb je dus niet alleen dit pakket te koop. De hele website is dan ook met 20% korting. Heel die dag. En dit pakket is er ook echt alleen die dag. Dus mocht je hem willen, koop hem echt op Black Friday. Nou, ik ga hem gewoon eventjes openmaken. Ik ben best wel benieuwd wat erin zit. Ik heb de strik eraf gehaald. En als je hem openmaakt, zit er dus zo een klein pakketje in. De camera doet een beetje dol. Nou, dit is echt super cute. Je hebt dus ook gewoon meteen dit tasje. Heel erg handig. Ik ga gewoon even laten zien wat er allemaal in zit. Het grootste wat erin zit is dus dit ding. Ik weet even niet wat het is. Oh, Shape Your Face Contour Kit. Is dit een poeder of is dit... Ja, dit is een poeder volgens mij. Het ziet er wel uit als poeder. Je hebt dus twee contourkleuren en een highlightkleur en een kwast, een brush. En hierachter staat uitgelegd hoe je alles kunt aanbrengen. Nou, een contour kit is echt altijd handig. Love it. Wat zit er nog meer in? Ik heb hier een camouflage kit, oftewel gewoon concealer. Camouflage kit cream concealer palet. En dan heb je dus 5 kleuren concealer voor onder je ogen. Of als je plekjes hebt die je wilt bedekken, kun je het gewoon opdeppen. Ook dit is weer super handig. Ik heb hier de Honolulu Loose Bronzing Powder. Deze heb ik nog niet. Deze twee heb ik by the way ook nog helemaal niet van hun. Maar deze heb ik ook niet. Je hebt dus de normale bronzer van hun. Die heet ook Honolulu. En die is gewoon normaal gewoon als pressed poeder. Maar dit is dus de losse poeder. Ik vind de pressed variant niet zo fijn. Maar ik wil deze wel proberen. Ik heb nog nooit een losse bronzer gebruikt. Dus deze ga ik zeker houden. Ik heb by the way deze niet opengemaakt omdat ik die in een winactie wil gaan doen. Dan heb ik hier een klein setje. Dit is een mascara en een oogpotlood. Ik ga ervan uit dat het een zwart oogpotlood is. Er staat niet op welke kleur het is, maar ik ga er gewoon vanuit zwart. Meestal is het gewoon zwart als er niks staat. Ook heel erg leuk. Ik heb hier een W7 lipstick in een rode kleur. Deze heet Ruby Red.
doet me een beetje denken aan die van MAC, Ruby Woo. En dit is dan gewoon de kleur. Het is echt een fel rood. En hierboven staat W7. Ik ga hem even om mijn hand doen. Ja, het is gewoon echt een fel rode kleur. En ik heb het al in een vorige video verteld. Maar de lipstick hack met dat er hieronder vaak nog een balmpje zit. Als ik dus dit eraf haal, heb je dus hier het balmpje. Dan hoef je hem niet per se altijd als lipstick aan te brengen. Maar je kunt hem ook gewoon als balmpje doen. Super handig. Ik weet niet echt of het de bedoeling is dat ik dit er zo afhaal. Of dat het gewoon per ongeluk ging. Maar ik denk wel dat het gewoon de bedoeling is. Want er zit hier wel gewoon oprecht iets in. Maar het leek gewoon even alsof hij gewoon kapot ging ofzo. Dan heb ik hier een hele grote poederkwast. Deze kwasten van hun zijn echt super zacht. Deze heb ik al, alleen in een andere kleur. Deze is roze. Die ik heb is een beetje bruin, een beetje houtbruin. Super zachte brush. Kun je lekker mee bronzen. Heel handig met deze bronzer. Ik heb hier een hele felle oranje nagellak. Ik heb acrylnagels. Ik gebruik geen nagellak, dus deze gaat ook in een giveaway. Dit is in de kleur matte orange. En dan heb ik ook weer zo een nagellak in deze kleur. Dit is een glanzende kleur. Die andere is dus mat. Deze is glanzend paars. En deze heet Dreamer. Ook weer leuk, maar ook deze gaat in een giveaway omdat ik hem niet kan opdoen. En dan als laatste heb je hier de W7 Dream Draw oogpotlood. Tenminste, is het een oogpotlood? Volgens mij wel. Er staat op light medium. Ik ga ervan uit dat het een oogpotlood is. Ja, weet je, I don't know. Er staat verder niks op. In principe met potloodjes, je kunt er mee doen wat je wilt. Maar aan de kleur te zien is het waarschijnlijk gewoon voor je ogen. Nou, dit was dan de box. Zoals ik al zei, de boxen variëren. Dus in deze zitten dus deze twee kleuren nagellak. Maar misschien in een andere box krijg je een andere kleur. Dat kan. Dus ondanks dat je dan deze video hebt gezien, je weet alsnog niet wat er in jouw box zit. Want het kan dus een beetje verschillen. Maar over het algemeen is het allemaal wel een beetje the same. Ik vind vooral deze poeder en deze concealer echt super handig. Vooral voor maar 1 euro. Want in principe is alles 1 euro per stuk nu. Dus dat is echt heel betaalbaar. En je hebt een handige make-up tas erbij. Dat is ook altijd handig. Ik hou van make-up tassen, want het is gewoon super handig. Ik heb ze echt in elk formaat. Dit is echt een heel handig medium formaat. Er past echt best wel veel in, want dit is echt een grote kwast. En die gaat er echt heel makkelijk in. Dus dat is echt super handig. Je hebt hier echt allemaal aan. Wat ik ook fijn vind, is dat het echt verschillende dingen zijn. Vaak in van die boxen heb je dan 10 dingen waarvan er 5 lipsticks zijn. En dan denk ik van, ja, kom op. Er mag wel een beetje variatie. Maar hier heb je dus echt van alles. Dus ik vind het echt super, super leuk. Dus laat me vooral weten wat jullie vinden van de box. En of jullie ook klaar zijn voor Black Friday. Ik ben echt super benieuwd. Want ik ben altijd zo benieuwd met wat voor dingen bedrijven komen. En wat voor kortingen en wat voor sets en dat soort dingen. Dus mensen, spaar je geld voor die dag. Ga niet je geld één dag van tevoren opmaken. En nogmaals, deze set is echt alleen maar te koop op w7cosmetica.nl. Want W7 is ook te koop op Boozy Shop, op beauty88.nl. Maar daar is deze set dus niet. Het is echt exclusief op die website. En het is ook een heel handig cadeautje voor iemand anders. Het is echt super goedkoop. 10 euro en je maakt iemand echt blij. Ik zou hier echt blij mee zijn geweest. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Extra video's zijn volgens mij altijd wel leuk. En dan zal ik hier alvast 2 video's neerzetten die je nu kunt gaan kijken. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. En dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Doeg!